De Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, die vandaag wordt gevierd, is jaarlijks bedoeld om aandacht te vragen voor de rechten en het welzijn van mensen met een beperking. Deze dag is in 1992 uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze internationale dag benadrukt het belang van inclusie en toegankelijkheid in alle aspecten van de samenleving, van onderwijs en werk tot gezondheidszorg en publieke ruimtes. President Chandrika Prasad Santokhi heeft bij deze gelegenheid een krachtige boodschap gedeeld met het Surinaamse volk. Hij roept op tot een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten en iedereen gelijke kansen krijgt. Mensen met een beperking hebben, net als ieder ander, talenten, dromen en ambities die vaak worden belemmerd door barrières in onze omgeving of ons denken, aldus de president. Hij benadrukt dat inclusiviteit geen gunst is, maar een recht en dat het de verantwoordelijkheid van de samenleving is om fysieke en mentale obstakels weg te nemen. Dit moet volgens de president beginnen in gezinnen, op de werkvloer, in het onderwijs en binnen de gemeenschap. De regering blijft zich inzetten voor het beleid dat mensen met een beperking ondersteunt. President Santokhi roept op om de kracht en waarde van mensen met een beperking te erkennen en te omarmen. Laten we bouwen aan een Suriname waar toegankelijkheid en gelijke behandeling de norm zijn, zodat niemand wordt achtergelaten. Aldus de president.